Banya Movies. Yo, wat up gasten, welkom bij deze nieuwe Banya Movie. Laten we snel beginnen, want tijd is geld en ik ga jou vandaag leren hoe je geld kan besparen. In 25 manieren om geld te besparen. Als jij dingen online wil gaan bestellen, check dan vooral altijd eerst even kortingscodes. Want heel veel websites hebben van die kortingscodes. Op Google, google je naar de kortingscodes en je hebt korting. Gratis bij de producten. Zou ik raar zijn als korting geld kost bij de producten, maar heel veel van mijn kijkers kennen het waarschijnlijk al. Maar gierige gasten, deze dudes, moet je checken op YouTube. Hun leren je hoe je ongelooflijk veel geld kan besparen. Heel veel van mijn publiek, van jullie daar ook thuis, zijn natuurlijk pubers. En een hele goede tip voor pubers is je condoom binnenste buiten. Dan bespaar je weer... Nee, niet doen. Dat is echt de slechtste tip die ik ooit kan geven. Niet doen. Ga gewoon nooit naar buiten. Echt waar, alles hier buiten kost geld. Je kijkt naar buiten en het kost al bijna geld. Zo duur is het. Verhuis zo snel mogelijk naar het buitenland. Want waar wonen wij? In Nederland. En waar staan Nederlanders bekend om? Gierigheid. Precies. Dus ga naar het buitenland. Daar zijn ze misschien gul. In plaats van romantisch met je date naar de bioscoop gaan, kan je ook gewoon romantisch met je date de Wikipedia lezen van de film. Neem gewoon overal waar je bent een camera mee en doe alsof je van BNN bent. Geloof mij, dan heb je alles gratis op deze wereld. Ik ben zelf een gamer en een hele goede tip voor heel veel gamers is oplaadbare batterijen. Als jij geen geld wil verliezen, zet dan al je geld nu om naar goudstaven. Ja, want goudstaven, dat is een vaste waarde. Voor de jongere mensen, het is een soort bitcoins, alleen dan offline in real life, zeg maar. En ja. Op vakantie naar Spanje? Ga gewoon lekker op vakantie in je tuin. Naar de dames met die rode leuke lampjes? Haha, zoek gewoon een vriendin. Bloemen kopen voor je moeder omdat ze jarig is? Ga gewoon naar je buurvrouw en pak daar wat bloemen uit de tuin. Desnoods wat Karin bloemen. Blijf voor de rest van je leven bij je moeder wonen. Geloof mij, je hoeft geen huur te betalen, je hoeft niet elke dag te koken, je hoeft niet eens schoon te maken. Man, het bespaart naast allemaal moeite ook nog een keer heel veel geld. Ontdek het magische begrip couchsurfing. Ja, google het maar. Dat is echt veel goedkoper dan een hotel. En ook wat gevaarlijker. Je kan ook gewoon toevallig rond etenstijd elke keer langskomen. Zo, het is 6 uur, oké, ding dong. Oh, waren jullie aan het eten? Nou, als jullie toch aan het eten zijn, eet ik ook even mee. Koop nooit en te nimmer in je leven een cadeau voor je familie. Nee, die cadeaus maak je gewoon tijdens handvaardigheid op school. Treinkaartjes zijn ongelooflijk duur. In plaats daarvan kan je ook gewoon met een paar mensen rijden in de auto. Als je dan samen betaalt, bespaar je echt klauwen met geld. Naast je gezondheid en je hygiëne is de gouden tip helemaal voor je portemonnee om nooit te gaan roken. Nooit roken. Neem altijd een flesje water mee. Of ja, dit is meer een fles water van 1,5 liter. Maar dan hoef je niet op het station of waar dan ook water te kopen, want je hebt het bij je. Sluit geen energierekening af, dan hoef je er ook geen één te betalen. Het enige probleem is een beetje hoe je het licht hebt en internet en nou, maar dat is je eigen probleem. Bespaart gewoon geld. Geen energierekening. Koop heel veel piepschuim, doe dat tegen je lichaam en plak dat vast met tape. Als je dan ooit een keer valt op de grond, breek je geen bot. En dat bespaart weer heel veel medische kosten, omdat je nooit iets breekt. Als jij nog op de middelbare school zit, loop dan rond tijdens de pauzes en zeg tegen je klasgenootjes zo van, yo, heb jij misschien 10 cent, dan kan ik een broodje frikandel halen. Krijg je heel veel gratis geld en een gratis lunch. Alsjeblieft. Je moet nooit de hele middag gaan internetten op je telefoon met je eigen bundel. Je kan beter zoeken naar gratis wifi plekken op openbare plekken bij een trein, een bus, een fastfoodketen. Het maakt niet uit. Gratis wifi. Dit is misschien wel mijn favoriete tip. Want als jij ooit een date hebt met een jongen, een meisje of iets wat daartussen hangt, ga dan vooral voor je date gewoon langs de drogisterij. Pak daar wat deodorant, spuit dat op. Ga vervolgens gewoon naar de parfumerie. Pak daar wat parfum, spuit dat op en je hebt gratis een lekker luchtje. Dan je bent wel echt heel gierig als je dat doet. En vond je deze video leuk? Geef dan vooral een duimpje omhoog hier beneden. Abonneer vooral hier beneden door op abonneren te klukken. Te klukken? Huh? En dit waren alweer mijn tips om geld te besparen. Net als mij zijn er heel veel andere YouTubers die ook tips hebben gemaakt. En dat kun jij checken hier in deze playlist van Moneywise. Check vooral die video's, want je denkt niet dat Donald Trump rijk is geworden door geld uit te geven. Hè? En nogmaals, bedankt voor het abonneren en het blauwe duimpje hier beneden. Zometeen meer 25 video's. Klik lekker verder. Of check meer besparingstips. Bedankt voor het kijken en ik check jullie. Later! Manja!
Benjo Movies every Sunday at 2 o'clock.